Hoe maak je een goed YouTube-logo? Ik ben al van het kanaal Sputnik. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en computer how-to's. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. Als je kijkt naar mijn logo, dan kun je eigenlijk terugzien dat het eigenlijk een soort van bliksemschichtje is. En de vorm van de S, dus elektriciteit, dus de computer. En de S van Sputnik. Het zijn dus eigenlijk al een paar tips in één die ik vandaag ga geven. Ik ga jullie niet laten zien hoe je een logo maakt, maar ik ga jullie tips geven om uit te leggen hoe je een logo kunt maken. En het eerste wat ik eigenlijk hieruit wil laten zien is de opvallende kleuren. Dus de kleurcombinatie. Zwart, wit, een beetje donkerder en lichter, blauw en overlopingen enzovoort. En wil je nou bijvoorbeeld een kleurencombinatie, wil je erachter komen, dan kun je naar Adobe Color. En dan kun je een bestand extraheren uit een afbeelding. En dan krijg je eigenlijk het kleurenwiel te zien. En dan kun je de colors, de kleuren eigenlijk herkennen. En dat is eigenlijk wat ik daarbij wil laten zien. En eigenlijk wil ik daarmee zeggen dat het belangrijk is dat als je bijvoorbeeld onderzoek gaat doen voor... Dus dan tip nummer 2, doe onderzoek voor je logo. Dus kijk naar andere merken, ga op Google. Zoeken naar bijvoorbeeld vergelijkbare merken die je kent in je onderwerp. Nou, ik zit dan op de computer, dus mijn computer, YouTube, Facebook enzovoort. Die houden het allemaal heel simpel, gebruiken één kleur en een logo. Dus daar dacht ik dus ook over na en daar heb ik dus ook gebruik van gemaakt. Gewoon één logo en één kleur om het pakkend te houden. Dus als je op Google bent en je zoekt bijvoorbeeld, je bent in de food industry, dan doe je bijvoorbeeld food logo's. En dan krijg je al te zien dat eigenlijk de logo's van food, nou, dit is dan wat urbaner. En als je bij deze kijkt, dan is fast food dus ook met opvallende kleuren, veel nadrukkelijke letters. En stel je nou voor dat je een font wil weten, een font is het lettertype wat ze gebruiken bij het logo, dan kun je naar... Oh. Myfonts.com, wat de font, slash wat de font, slash. En dan kun je ook een afbeelding die je dan op Google hebt gevonden, uploaden. En dan select je en drop je de letters erin. En dan krijg je eigenlijk het resultaat van de fonts die ze kennen op het internet. En als je die font dan hebt gevonden die vergelijkbaar is of hetzelfde is als dat op het logo, dan kun je naar dafont.com. En daar kun je dan misschien gratis downloaden. Ik zeg, ik kan je niet garanderen, er staan er niet allemaal op, want er zijn echt heel veel fonts online. En wil je bijvoorbeeld meer inspiratie hebben, dan kun je bijvoorbeeld naar Canva. En dan zoek je het formaat logo. En dan kun je inspiratie opdoen voor logo's binnen je onderwerp. En dan kies je een onderwerp, bijvoorbeeld, nou, ik zit weer in een computer, dus logo... nou, spelletjes en recreatie. En zoals je kunt zien heb je dan een wat strakker logo, een beetje abstract is deze zelfs. En zo kun je eigenlijk logo's, kun je die afbeelding downloaden. En dan kun je de kleurencombinatie opzoeken. Je kunt het lettertype opzoeken, het lettertype kun je dan downloaden. En dan kun je zelf in het, bijvoorbeeld het programma Canva of Pixlr of Snappa of via Photoshop of via GIMP. Ik gebruik GIMP dan bijvoorbeeld. Kun je een logo zelf maken. En zo zou ik een heel goed logo maken door die stappen te ondernemen en die tips te gebruiken. Ik hoop jullie hiermee genoeg geïnformeerd te hebben. Ik hoop jullie terug te zien op mijn andere video's en tot snel.